Ja, dames en heren, de first finishers, Sander Pools en Steven Dubbedam, geef hen een applaus. De tijd van ongeveer 2 uur en 50 minuten. Een fantastische prestatie op deze dag. En ze hebben een groot gat geslagen met de nummers 2. Die u nog een eind hierachter ziet, die denk ik zou een kilometer achterstand hebben voor team Willem Sunnex en Olivier Eigen. Sander Pools en Steven Dubbedam, ze varen op de NACRA F20, de 20-voeter, het paradepaardje van NACRA, een racekanon. En Sander Pools, afgelopen jaren meerdere keren first finisher op bij de eerste drie. Ze komen nu naar de kant toe, hier vlakbij de finishcontainer in het afgezette vak. En als ze aankomen, geef ze dan vooral een denderend applaus voor deze prestatie. Ja, dames en heren, geef ze een applaus. Het Boskalis team. Sander Pools, Steven Dubbedam in de officiële tijd van 2 uur 50 minuten en 22 seconden. En ja, dames en heren, terwijl de winnaars Sander Pools en Steven Dubbedam worden geïnterviewd, finish nu het team Willem Sunnex en Olivier Eigen van Engeland. In een tijd van ongeveer 2 uur en 55 minuten. En dames en heren, de nummer 2 komt nu naar het strand met hun M20. Het team uit Engeland, Willem Sunnex en Olivier Eigen. Een applaus, geef ze een applaus, ontvang ze met applaus, want ook zij een fantastische prestatie met de tweede plek van deze 35e Zwitser leven rondom Texel. Thank you.
Ja, dames en heren, nu de eerste drie boten gefinished zijn, op het strand zijn, gaan we ze ook zometeen dadelijk huldigen op het grote podium, wat tussen het regattaoffice en de tent staat. Het grote podium gaan we met een paar minuten de veel finishers huldigen, dus we willen u vragen, ga richting het podium en daar gaan ze, we ze in het zonnetje zetten met de prijzen, de champagne en dat hebben ze van harte verdiend. Ja, dames en heren, het is zover. De eerste drie boten gaan we huldigen. De first finishers van deze 35e Zwitserleven rondom Texel. Een unieke dag, want wie had het ook kunnen denken? Vrijdagmiddag om 1 uur wisten we het nog niet. En nu is het zover. Vandaag op deze unieke dag, voor het eerst in de geschiedenis van 35 jaar rondom Texel. Op zondag een ronde. Gisteren stonden we hier met windkracht 8 en 9. Vandaag het mooiste dag, het mooiste zeilweer wat je maar kan bedenken om deze ronde te kunnen zeilen. En dan ook in een fantastische tijd. De prijzen worden zo meteen uitgereikt door Zwitserleven, door Marco van Buren, met assistentie van Sidney van Zoon, voorzitter en Karin namens de organisatie. We gaan daar even een feestje van maken voor deze winnaars. En we vragen als eerste op het podium de nummers 3. John de Vries, Diederik Pauli, die met de NACA Formule 20 een tijd zeilde van 2:59:33. Geef een applaus voor deze mooie prestatie op deze schitterende dag. Een applaus voor John de Vries en Diederik Pauli met hun NACRA F20, 2:59:33. En dan at the second place van Great Britain, Mr. M20 van Sweden, team William Sunnex en Oliver Egan, in de tijd van 2 hours 54 minutes and 46 seconds. Op de tweede plaats Willem Sunnex, Oliver Egan, M20 met een tijd van 2:54:46. Flowers without kissing, but the winners, the second ones. En de plaats voor Willem Sunnex en Olivier Eiken. En dan, ze hebben het weer geflikt. Op hun NACRA F20. Het team, afgelopen jaren al regelmatig bij de top 3. Met een snelle F20 in een tijd van 2:50:22. Het team Boskalis, Sander Pols en Stefan Dummeland.